Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. U weet, wij houden ons sowieso ook bezig met mental health, dus het daarom gaat om heel veel bewustwording te creëren. Ik zit lekker met mijn kopje thee en mijn kussen op mijn schoot, omdat we vandaag zitten bij Dawa met mevrouw Marilyn die daarachter staat. En zij gaat ons dus vertellen wat het allemaal inhoudt en waarom het belangrijk is om in de rust te zijn en natuurlijk los te laten, zoals de flyer dat zelf zegt. Mevrouw Marilyn, welkom en dankjewel dat u tijd vrijgemaakt heeft voor ons programma. Dankjewel Aranza, fijn dat jullie hier zijn bij mij vandaag. En hoe gaat het met u? Met mij gaat het heel goed. Ik ben eigenlijk helemaal in de stemming. Het is december, ik heb echt zin om te helpen en echt aanwezig te zijn. Geweldig. Heel opmerkelijk, ik zag een flyer van u langskomen waarbij u dus zoiets had gepromoot als het gaat om loslaten, want we willen het jaar niet sluiten met bagage eigenlijk. Wat houdt het precies in? In de meeste gevallen, we maken zoveel mee. Dus we nemen alles mee in onze relatie, naar ons werk en we blijven maar vasthouden. Dus precies wat je zegt, als we die bagage meenemen, wordt het leven heel zwaar. Het moment dat we kunnen loslaten van verwachtingen, loslaten van de uitkomst, loslaten van pijn, dan kunnen we meer genieten van het leven. Kunnen we echt aanwezig zijn, we kunnen met de mensen zijn van wie we houden. En waarom, want ik las ook van we moeten het jaar niet zo afsluiten. En waarom is het belangrijk om te zeggen, hey, we sluiten het jaar goed af en we gaan het volgend jaar, zeg maar, vernieuwd. We stappen het vernieuwd in. Ja, het is dus eigenlijk gezond om elk moment een reflectiemoment te hebben. En het gaat niet per se om het jaar goed afsluiten. Het gaat eigenlijk erom dat je elke dag goed moet afsluiten. Dat je elke dag opnieuw moet beginnen. En het beste is dat je dus elke keer weer met schone lei kan beginnen. Zodat je opnieuw stapt. Opnieuw naar de mensen kan gaan. En nieuwe dingen kan ontdekken van jezelf. Waardoor je meer opportunity voor jezelf creëert. En als het gaat om loslaten, want ik denk dat niet iedereen dat nog snapt. Het is een beetje misschien vaag voor bepaalde mensen. Hoe doe je dat precies en waarom is het belangrijk om dat te doen? Ja, loslaten is eigenlijk niks anders dan accepteren dat wat is gebeurd, is gebeurd. En het managen, de manier hoe je ermee omgaat. Dat je niet toxic wordt, dat je niet ook de pijn die je meedraagt aan anderen toewenst. Dus daar gaat het eigenlijk om. Het lijkt misschien heel zwaar van loslaten, maar het is toch met ons gebeurd. Maar loslaten is niet zo zwaar als je gewoon kijkt, dit is gebeurd. Het raakt me niet als mens in mijn waarde. Het is alleen iets wat mij is overkomen. En hoe kom je op dat punt eigenlijk om jezelf eigenlijk bewust te maken van het moet gewoon. Want natuurlijk, het is bagage die je draagt een aantal jaren. Een hele poos. Ja, zeker. Het is niet makkelijk, dat zeg ik niet. En er zullen wel dagen zijn waarbij je zegt van nee, vandaag wil ik gewoon niks horen. Vandaag wil ik gewoon lekker lelijk doen. Het zijn eigenlijk zitten met jezelf en jezelf de vragen stellen. Wat wil ik? Hou ik van de persoon die ik vandaag ben? Hoe voel ik me? Waar ga ik naartoe? Zodat je niet op automatische piloot gaat reageren. Maar dat je echt bewust bent van hetgeen wat je elke dag doet. Dat je voldoening geeft en je een beter mens maakt. Ja, dit is een topic waar ik enorm veel van houd, dus ik ben gelijk gesprongen naar die innerlijke vragen. Maar laten we een beetje teruggaan. Dawa, wat is het precies, wat houdt het precies in en wanneer is dit voor u begonnen? Nou, Dawa is eigenlijk in 2016 een concept geworden. Het begon bij mezelf toen ik echt in pijn zat, verdriet. Ik had mezelf verloren, ik was overdreven toxic. Iedereen en alles waarmee ik mee omging, die voelde gewoon allemaal pijn en leed. En op een gegeven moment wil je niet meer zo leven, want je ziet gewoon de schade die je aanricht. Daar was toen ontstaan als mijn eigen genezing. Het is een bedrijf die ik heb opgezet om welzijn in de wereld te verbeteren. En dat is gewoon elke stap die je maakt. Want karma kan je eigenlijk rectificeren door goed te doen naar anderen toe. Dus eigenlijk begon het met mijn eigen genezing. En middels het helpen van vrouwen op weg naar hun eigen welzijn, dan genees ik ook daarbij. Dus het is eigenlijk, eigenlijk heeft u uw genezing dat proces gebruikt om nu anderen te helpen. Dat klopt helemaal. Want ik, ja, hoe gek het ook klinkt, ik zou de tools die ik nu heb eigenlijk niet willen hebben. Want de tools die je ontwikkelt, ontwikkel je middels pijn en verdriet wat er met je is gebeurd. Maar nu ik die tools wel heb, dan kan ik anderen ook helpen om diezelfde tools aan te leren, zodat zij hun eigen pijn en verdriet kunnen healen. Dus het is eigenlijk helemaal normaal dat iemand door een bepaalde periode heen gaat, want uiteindelijk kan er iets moois eruit bloeien. Dat is wat u dus zegt eigenlijk. Dat zeg ik helemaal. En
sinds ik bezig ben, dan merk je dus eigenlijk dat we allemaal dezelfde type pijn hebben, dezelfde type leed, alleen de mate waarin we het hebben verschilt. Heel interessant dat u dat heeft aangehaald. Ik heb het nooit zo bekeken. En je hebt natuurlijk mensen die het niet even, of ze zijn niet even sterk als de ander. En hoe gaan zij dan daarmee om? Want soms voelt het echt aan van, luister, ik kan niet verder. Maar je moet verder. Ja, dat is inderdaad waar. Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Je mag ook gewoon plat op bed liggen voor enkele dagen als dat moet. Je hoeft ook niet een masker op te zetten en te doen alsof alles goed gaat. Maar een sprankje hoop is er altijd te vinden in de mensen om je heen. En ik begrijp dat het soms moeilijk is om juist te praten met je naasten, omdat die te dichtbij zijn, waardoor het juist te zwaar wordt. Maar er is altijd een vriend, een kennis of iemand om de hoek die klaar staat voor je. En in de meeste gevallen door te uiten wat je voelt, door te praten erover, dan raakt dat alles los in je lichaam. U bezoeken. Toch, ze willen een afspraak bij u maken, ze komen. Hoe ziet een sessie eruit? En dan kijken we vanaf het begin van het traject. Wat gebeurt er? Want ik zag dat u het voor een uur doet, toch? Dat u met iemand praat. Als iemand een behoefte heeft aan meer sessies, hoe zit dat stukje in elkaar? In de meeste gevallen starten we met een eerste gesprek. Daarin leggen ze gewoon alles op tafel bij mij. Wat ik doe, ik heb wel mijn standaard trajecten, maar ik pas me ook aan. Want niet alles is eigenlijk kant en klaar, dit gaat werken voor jou, want het heeft gewerkt voor mij. Nee, we zijn allemaal anders. Dus iedereen heeft een andere skill of een andere tool nodig. Of een andere begeleiding, om het zo te zeggen. In de meeste gevallen, ja, ik zeg ik doe een uur. Maar ik hou altijd wel wat tijd over. Of tijd tussen mijn ene gesprek en mijn andere gesprek. Zodat wanneer het uitloopt, ik wel voldoende aanwezig ben om voldoende hulp te bieden. In de meeste gevallen, wat ik heb gemerkt, is dat iemand na 4 sessies al helemaal on top is. Maar bij de afhakers, 1 sessie en daarna komen ze niet meer, dan begrijp ik dat ze gewoon nog niet ready zijn. En soms zijn mensen wel ready, maar het lijkt alsof er een blokkade is, iets houdt je tegen. En het komt heel veel vooral voor bij jongeren, hebben we gemerkt de afgelopen tijden. Daar hadden we het met meneer Kruden ook over vorige week. En wat is jouw tip eigenlijk? Want het is... Weet je hebt invloed van buiten vooral die een heel groot druk levert hierop. Hoe gaan we daarmee om eigenlijk, vooral als jongeren? Ja, ik begrijp dat er heel veel blokkades zijn in het leven, want elke dag maken we iets nieuws mee. Maar het gaat dus om terugkeren bij jezelf en de vraag blijven stellen, wat wil ik, waarmee ben ik bezig, hoe ga ik hiermee om? Als je echt de tijd neemt om met jezelf te zitten in die stilte, dan hoor je al die gedachten in je hoofd en daar begint het dus bij. Dus stop gewoon, neem wat tijd, neem wat rust. Ga niet op automatische piloot werken. Stop, zit met jezelf. Yeah. En het is het natuurlijk ook wel zo dat je omgeving invloed kan hebben op hetgeen, of de manier hoe jij je voelt. Want soms is het ook zo dat je niet de ondersteuning krijgt van buiten om los te laten. Je bent in een toxic environment. Maar dan nog moet je loslaten. Dus hoe doe ik dat als ik in zo'n situatie zit? Het is precies wat je zegt, je bent in een toxic environment, je wordt over en weer besmet, dus je besmet anderen besmetten jou, om het zo te noemen, en dan word je ook toxic. Je bent ook eigenlijk de som van de 5 mensen met wie je het meest omgaat. Dus analyseer, ja, je kan in een toxic moment zijn, je kan misschien werken in een toxic bedrijf, of op school gaan waar iedereen toxic is, of in een buurt wonen waar het toxic is, maar zoek dan daar buiten andere mensen aan wie je wel kan optrekken. Jezelf, die positieve energie, toch? En voor u, die overgang van being toxic naar nu een life coach, u helpt mensen nu op weg. Hoe heeft u dat ervaren? Well, in feite is het altijd een ongoing process, want je maakt nog steeds dingen mee, dus je blijft nog steeds helen. So, ook ik ga nog steeds naar mijn coaches, naar mijn mensen met wie ik kan praten, naar de dingen die ik kan leren, die ik moet leren om gezonder te worden. Ik heb het ervaren als een journey. Het gaat echt met ups en downs. Er zijn echt dagen waarbij je on top of the world bent. En andere dagen waarbij je afvraagt van, hey, doe ik het nog steeds goed? Ben ik nog steeds bezig met een goede, gezonde healing? Besmet ik niet nog steeds anderen? Dus ik ervaar het echt als een journey. Every day is a new day. Elke dag start ik opnieuw en ga ik gewoon door waar ik ben gestopt. En u heeft uw persoonlijk leven natuurlijk, los van being a life coach. Hè? Hoe houdt u dat gescheiden? Nadat ik met mijn problemen bij je ben gekomen, ik heb alles zo voor je gebruikt. Luister, dit is het, ik kan niet meer. Hoe ga jij dan verder? Of hoe hou jij het gescheiden van je eigen persoonlijk leven? In de meeste gevallen, wat ik doe, is als de mensen bij me komen, neem ik ook boodschappen van hun over.
Dus ik haal uit die sessie wat ik eruit moet halen en dat neem ik dus mee in mijn leven. Nee, ik hou het niet gescheiden om het zo te zeggen, maar ik weet jouw probleem is jouw probleem, mijn probleem is mijn probleem. Dus ik leer eruit en alles wat ik eruit leer neem ik mee, zodat ik eigenlijk mijn eigen leven ook kan verbeteren. En als iemand bij je, laat zeggen, ik ben bij u geweest, ik neem het voorbeeld met mezelf, ik kom voor een sessie, maar u ziet van, dit is een beetje groter dan ik dacht, verwijst u de mensen dan door naar bijvoorbeeld een psycholoog? Ja, ik heb altijd mijn standaardlijst met mensen waarmee ik zelf een positieve ervaring heb gehad, waardoor ik anderen altijd kan doorbegeleiden, want we kunnen niet iedereen helpen, we kunnen niet elk probleem oplossen, want als we alles willen doen, dan doen we uiteindelijk niks. Heel mooi gezegd trouwens. Ik voel aan dat ik met een life coach praat. Ik bedoel, het is therapie op zich, dit gesprek alvast. Maar oké, op een gegeven moment kom je op een punt waarbij je hebt losgelaten en je gaat nu verder met je leven. En de eerste paar dagen is het, you're on top of the world. En als je die setback plotseling in één keer ervaart, dan lijkt het vaak genoeg als je weer terug bent in je oude situatie. Wat is uw advies naar de mensen toe om daarmee om te gaan, om gewoon door te blijven pushen? In de meeste gevallen zeg ik, kijk naar de progressie die je hebt gemaakt. Kijk niet naar, het gaat vandaag niet goed, het ging gisteren niet goed. Kijk gewoon naar, waar kom ik vandaan? Waar wil ik naartoe gaan? En where along the way ben ik op dit moment? Dus eigenlijk je, hoe zei je het, progressie eigenlijk meten elke dag? Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk gewoon bewustwording van jezelf en ook een zelfreflectiemoment. Van waar zit ik, gaat het goed? Dus die vragen blijven stellen. Oké. Helemaal prima. Maar als je op een gegeven moment weer in zo'n situatie raakt, waarbij je zoiets hebt, want natuurlijk is ongoing. Je raakt weer op een bepaald punt en het lijkt misschien erger dan toen. De meeste gevallen dan denken, ja, maar ik heb alles gedaan voor niets. Wat is dan uw advies in zo'n geval? Mijn advies is, dingen gebeuren niet zomaar. Alles heeft een reden. Dus als je herhaaldelijk in de put zit, dan is er eigenlijk een les dat je nog niet hebt geleerd. Dan is er iets wat je daaruit moet leren voordat je naar het volgende stadion van je leven kan gaan. En waarom denkt u dat jongeren nu aan 2022, bijna 2023, waarom het zo moeilijk is om in een healthy, een gezonde mental state te zijn? Waarom? Want het lijkt bijna onmogelijk. Iedereen die je bijna ontmoet, struggelt met of anxiety of depression. Weet u, waarom denkt u, waaraan kan dat liggen? Voor mij is het dat het systeem eigenlijk niet werkt. We hebben zoveel waarden, zoveel normen, zoveel regels waaraan we moeten voldoen. Maar we zijn allemaal individuen. Er is geen goed of slecht. Er is alleen goed en slecht voor jou. Dus jij bepaalt. Maar als je constant wordt opgelegd wat je moet doen, aan welke voorwaarden je moet voldoen, dan raak je eigenlijk de weg kwijt. Je durft niet meer voor jezelf na te denken. En dat is eigenlijk de reden waarom we struggelen met anxiety. En als we dan ook nog te maken hebben met andere mensen, met hun eigen problemen, dan de een besmet de ander, zoals ik zo net al zei, en dan gaan we maar door in een vicieus cirkeltje. Dus als een maatschappij zelf, zijn we eigenlijk al allemaal heel toxic. De mens moet dan in zijn geheel werken aan die healing. En vandaar dat ik dan zeg, one person at a time. Maar sommige mensen hebben ook een gave, bijvoorbeeld dat ze, misschien zit je met je eigen problemen en dan komt iemand en vertelt je dat ook gewoon, weet je. Omdat de persoon zich vrij voelt om met je te praten. Maar jij zit ook gewoon met je eigen problemen en dan is het soms een beetje te veel. Dus hoe gaat zo iemand daarmee om? Want ik heb mijn problemen, ik wil ook hulp, maar ik wil ook hulp bieden. En ik kan je hulp bieden, maar op een gegeven moment dan gaat die botsen met elkaar. Hoe gaan zulke mensen ermee om? Ja, soms moet je gewoon echt grenzen stellen, hoe hard het ook klinkt. Maar ik kan jou niet helpen als ik eraan kapot ga. Dus ik moet eerst zorgen voor mijn healing, voordat ik de rest kan healen. En als het gaat om ouderlijk gezag, als we kijken naar, dan kijken we even echt vanuit de opvoederskant uit. Als je merkt dat je kind die mentale hulp nodig heeft, maar je weet eigenlijk niet hoe je dat kind moet helpen, hoe gaat zo'n ouder ermee om? Of dat kind staat er misschien niet open voor? Ja, in de meeste gevallen heb je dat je kan niet geholpen worden als je niet geholpen wilt worden. Dus als ouder wat je kan doen is blijven praten. Want op de een of andere manier zal er een zaadje in het hoofd geplant worden. En dan zal dat kind wel bewust worden van wat gaat er in me om, heb ik hulp nodig of niet. Dus het moet eigenlijk doorgaan, het praten. Heb je hierover nagedacht, heb je hier hulp gezocht, wat denk je hiervan? Dat het kind eigenlijk op een moment op een punt komt van, hey, ik wil wel hulp hebben. Een enquêteonderzoek die gedaan is, heeft ons dus bewezen dat eigenlijk het onderwijssysteem zich niet echt leent als het gaat om mentale hulp. En wat is uw kijk daarop? Dat wil ik heel graag weten. Dat is een hele goeie, is iets waarop ik altijd hamer.
Nee, ik ben geen voorstander van traditionele educatie. Omdat er heel veel wat belangrijk wordt niet is geleerd. En dat is hoe we omgaan met mentale, emotionele gezondheid. We leren alleen de harde skills, maar de soft skills leren we niet. Dus eerlijk gezegd, voor mij, we zouden het misschien kunnen doen van start in de kinderjaren. Echt met hoe gaan we om met elkaar? Hoe zorgen we voor onszelf? Hoe kunnen we een betere community worden? Voordat we gaan kijken naar rekenen, taal en al dat soort zaken. Want nee, het gaat hand in hand. Je hebt beide nodig. Het is niet alleen de hard skills, het is niet alleen de soft skills. Maar het is toch wel beide, wil je floreren in onze samenleving. Het is inderdaad waar, want op een gegeven moment raak je als puber of als tiener geconfronteerd met hormonen. En hoe gek het ook klinkt, ze zijn echt. En je kan er soms gewoon niets aan. Je wilt het niet doen, maar het lijkt alsof ietsje stoot in een bepaalde richting. Je moet het doen. En voor die groep is het vaak genoeg dat ze wel luisteren of ze willen, maar dan nog kan het niet. En hoe moeilijk zou dat niet zijn voor zo'n kind? Ja, dus een tiener koppelt zich eigenlijk los van zijn veilige thuisbasis. Hij gaat exploreren, hij gaat op onderzoek uit. Dus dat is gezond. Maar als je niet hebt geleerd in het begin hoe je omgaat met al dit soort veranderingen, dan weet je niet hoe je moet handelen wanneer het dan misgaat. In zo'n geval, als iemand van buiten naar de situatie kijkt, dan kan het een ouder zijn, een leerkracht, een vriend of zo. Wat is uw advies? Maar hoe zou je zo'n situatie kunnen aanpakken eigenlijk? Want in de meeste gevallen, want ik ben ook jongens, allemaal jong geweest, je luistert gewoon. Het lijkt alsof je hebt de oor, maar het werkt soms gewoon niet, want die hormonen zijn zo echt en zo reëel. Ja, dus als je hormonen niet in balans zijn, dan wordt het echt moeilijk. Dus wat je kan doen als een ouder die naar binnen kijkt, objectief blijven. Weet, mijn kind is een individu op zich. Je moet je ook loskoppelen van, nee, het is niet van mij. Het is een individu op zich die zijn eigen ontwikkeling meemaakt. Die eigenlijk ook al struggelt en vastzit. Dus het enige wat jij kan doen, is wat ik zo net zei, is blijven praten, maar niet aanvallend praten. Praten zodat het kind bewust wordt, mindful gaat denken. Van hey, hetgeen waarmee je bezig bent, wat hoop je te bereiken? Wat denk je dat de uitkomst gaat zijn? Wat zullen de gevolgen zijn? Terwijl als je gaat aanvallen, dit is niet goed, dat is niet goed, dit doe je niet goed, dan werk je eigenlijk op het zelfvertrouwen van die persoon. En dan breek je in plaats van dat je aan het bouwen bent. Dus ouderparticipatie is ook heel belangrijk tijdens eigenlijk dit hele traject. Ja, zeker, want tot de 18e hebben kinderen je echt nodig om je te begeleiden naar waar ze naartoe willen gaan. Ja. En op een gegeven moment dan merken we ook wel dat sommige kinderen in een bepaalde fase raken, waarbij ze dus ook dat alles uitsluiten, maar dan nog moet je doorgaan. Dus als we kijken naar het verschil in, opvoedingen, toch? Want jij kan een moderne moeder hebben, maar jij kan ook een hele ouderwetse moeder hebben, die niet gelooft in mentale gezondheid. En je wilt als kind hulp. Hoe komt u dan, of hoe komt uw consultancy, als zo iemand u benadert, hoe komen jullie dan in? Bedoel je als de ouder me benadert of als het kind me benadert? Als dat kind u benadert. Oké, sowieso werk ik alleen met 18 plus. Ik ben daarin gespecialiseerd. Ik heb wel eerder met kinderen gewerkt, maar dat is niet echt mijn afdeling. Om eerlijk te zijn, als ik benaderd word door iemand die hulp nodig heeft, dan is de eerste vraag van, komt het uit jezelf? Wil jij zelf de hulp hebben? Als de ouder niet gelooft in mindfulness, dan zou ik zeggen van, ben je onder de 18? Kunnen we kijken wat we kunnen doen om met je moeder te praten of met je vader te praten om toch wel de hulp te krijgen. Bij boven 18, dan maakt het eigenlijk niet uit of je omgeving je wel of niet steunt, maar dan moet je wel echt sterk en stabiel zijn om ervoor te gaan. Ja. En ter afsluiting, heeft u advies naar mensen die hiermee zitten, maar niet over die drempel kunnen komen? Ik zou zeggen, blijf gewoon echt geloven. Je mag in de camera. Ja, ik zou zeggen, blijf geloven in jezelf. Weet wat je waard bent. Weet waar je naartoe wil gaan. Heb altijd een doel voor ogen en keep on going. Nou, dat waren hele wijze woorden van mevrouw Marilyn. Zelfs wil ik niet weg. Ik wil gewoon door blijven praten verder. Het is therapie op zich. Maar u heeft het gehoord. Het is natuurlijk heel belangrijk om te communiceren. En jezelf eigenlijk te blijven motiveren om uiteindelijk op dat punt te komen. Om los te laten. Want het is onnodige bagage. Het klinkt makkelijk. Het is niet makkelijk. Maar je komt er wel zeker overheen. Dat was het voor dit deel van In Gesprek Met. Maar gaat u nog niet weg, want er volgt een tweede deel.
kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Als ik het heb over zwerfdieren, dat is een bekend fenomeen in Suriname. Haast overal heb je honden, soms zelf poezen, waarvan je denkt, hebben ze wel een huis. En dan komt er uiteindelijk plotseling een politieke partij die zich daarop wilt focussen. En vandaag praten we dus met meneer Hubert Rampersad en hij is dus de voorzitter van die politieke partij. Meneer Hubert, welkom bij In Gesprek Met. Dank u wel dat u het heeft gemaakt. Hoe gaat het? Gaat prima. In eerste plaats wil ik je bedanken voor het feit dat je mij de gelegenheid geeft om iets over te vertellen. Ja. En het is een heel belangrijk thema, ja. Helemaal. En dan wil ik even vragen, wie is meneer Hubert? Waarmee houdt u zich bezig? Wat heeft geleid dat u bent overgegaan tot eigenlijk het starten van uw politieke partij? Ja, nou, ik ben hier geboren in Suriname. Dat is ongeveer 65 jaar geleden, want ik word 65 volgende week. hier de lagere school doorlopen, 3 keer blijven zitten. Ik was niet gemotiveerd. Toen mijn ouders mijn laatste geld naar Nederland gestuurd voor de onafhankelijkheid. Daar heb ik als snelste, als beste gestudeerd, laatste tot de hoogste. Al die Hollanders verslagen op managementgebied en technologie en innovatie. Robotics was ik de eerste in Delft. Dus ik heb LTS, MTS, HTS, TU Delft gedaan, gepromoveerd, cum laude. Maar toen werd Nederland een beetje te klein voor mij. Ik wilde geen allochtoon meer zijn, tweede rangs, derde rangs burger. Terwijl ik Nederland aan het promoten was in het buitenland, want al mijn boeken waren in het buitenland, wereldwijd, 20 talen, bla bla bla. Dus Nederland werd te klein in 2006, verhuisd naar Amerika met mijn gezin. En ik woon in Amerika, in Miami. Maar ik ben en blijf een Surinamer. Ik ben hier geboren en ik wil dit land helpen. Suriname is een mooi land met zoveel grondstoffen. Zo'n klein aantal, niet zoveel mensen. Bevolkingsaantal is beperkt, is klein. Maar veel grondstoffen, veel potenties, veel mogelijkheden. Dus ik wil Suriname helpen. En dat heb ik altijd gedaan in de afgelopen 30 jaar. Middels publicaties. Ik was de eerste die een robot uit Amerika op de universiteit lanceerde. Waar ik toen ook leraar was. Dus zo is het gegaan. Ik heb 25 boeken wereldwijd geschreven. Ik ben professor in heel veel landen, ook in Rusland. Nou, ja. Mijn passie voor dieren, voor de natuur, is versterkt geworden na COVID-19. COVID-19 heeft op mij, maar ook velen in de wereld, bewust gemaakt over het omtrent het feit dat als je dieren en de natuur niet respecteert, dan krijg je dit. En zo is dat gegaan, zo is COVID ontstaan in China. Ja. En nu zie je tegenwoordig, de hele wereld is wakker geschud. Ik weet het niet over Suriname precies, maar de hele wereld. Iedereen is gefocust op sustainability, duurzaamheid. Daar ben ik ook op gefocust. Dat is mijn passie. Wereldwijd, niet alleen in Suriname. Dus heb ik het initiatief. En we hebben ook honden gehad al die jaren. We hebben ook een hond in Miami, in ons huis. Dus toen kwam ik erachter van, hey, die dieren moeten we een plaats geven, een stem geven. Ja, we moeten focussen op dierenwelzijn en dierenrechten. En toen ik hier zijn ingekomen met uw politieke partij. Ja, want ik zag zoveel honden, die zwerfhonden die gedumpt worden. Ik besteed 500 SRD per dag aan zwerf, aan hondenvoeding en dat soort dingen. Hondenvoeding en ik breng ze rond. Ik deel ze rond op diverse plekken. En het doet me pijn dat ik zie dat zoveel dieren worden gedumpt, katten ook. Honden vooral. Ja. Maar het komt ook heeft te maken met de economische situatie. Ja, maar laten we het even snel onderbreken voordat we naar de economische situatie gaan. Op een gegeven moment komt u op een punt waarbij u zegt van de dieren hebben dus een stem nodig, zoals u dat heeft aangegeven. En waarom niet gewoon een organisatie of een stichting die zich daarvoor inzet, maar waarom per se een politieke partij? Een goede vraag, Aranza. Kijk. Er zijn zoveel organisaties die zich met dieren bezighouden. In Suriname, stichtingen, rescue animals, asiels.
dierenbescherming en op dieren bij dierentuin daar. Dus er zijn heel veel, nou veel organisaties, NGO's, stichtingen. En mevrouw Lydia, die ook bezig is met het helpen van zwerfdieren. Ik heb heel veel respect en waardering voor ze. Een paar heb ik zelf gesponsord. Maar ze zitten, er wordt niet naar ze geluisterd. Er moet meer gebeuren. Als je ziet wat ze posten op Facebook, wat er gedaan moet worden. Maar de politiek heeft geen luisterend oor. De politiek is totaal niet geïnteresseerd daarin. Dus ze zitten met hun activiteiten, maar het is niet duurzaam. Als je vandaag 5 zakken gesponsord krijgt van een van die bedrijven, Fernandes of zo, dan ga je dat gebruiken. Dat is prima. Je hebt dan sterilisatieprojecten. Maar dat zijn allemaal ad hoc dingen. Het is niet duurzaam, het is niet sustainable, het is niet voortblijvend. Dus ik wil vooral die mensen, niet alleen die zwerfhonden en zo, maar vooral ook die mensen die zich daarmee bezighouden, wil ik ook waarderen met een award, by the way. Er komt een award voor die mensen. Groot bedrag gaat uitgereikt worden aan ze. Om ze te stimuleren en te motiveren door te gaan. Want deze mensen zijn goede mensen. Er zijn meer slechte mensen op aarde dan goede mensen. En we moeten ook rekening houden dat dieren geeft plezier. Honden, katten, huisdieren geeft plezier. Ja. En dat helpt ook om je creativiteit te ontwikkelen. Suriname gaat daardoor beter groeien. Dus dat is de reden waarom ze heet. En het gaat niet alleen om Aranzen. Het gaat niet alleen om honden en katten. Wat about die leguanen die aan de weg kan kopen daar in die Ragandiweg gebonden en dat soort dingen. Wat about het jagen? Wat about de dierenbescherming, er worden zoveel honden vergiftigd, waarom gebeurt er weinig? Waarom doet men niks aan? Wat about de dierenmishandeling en het vastbinden aan een ketting in de zon van honden? Dat soort dingen. Dus niemand bekommert zich daarom. En we beseffen niet dat de tijd is anders nu. Ik heb ook voorgesteld om een Nobelprijs voor Sustainability in het leven te roepen door de committee in Europa. Maar goed, laat het even. Het gaat erom, Suriname, wil je Suriname duurzaam ontwikkelen? Duurzaam. Dan moet dat in harmonie gebeuren tussen natuur, dier en mens. Ja, u had het trouwens gisteren, hebben we het ook nog erover gehad. En dit was precies hetzelfde dat u zei. Maar er is altijd want u zegt een politieke partij. En dat gaat natuurlijk gepaard met een bepaald programma. Mensen gaan willen weten, gaat u zich want het is de grootste vraag. Deze partij gaat alleen gefocust zijn op dierenrechten. Maar wat gebeurt er dan met de rest? Want dat is natuurlijk de reizende vraag. U heeft het aan mij verteld, maar het is altijd goed als de kijkers het ook weten. Ja, heel, heel goed punt, heel goede vraag. Het gaat, alles begint, dierenwelzijn en dierenrechten beginnen bij een stabiele economische situatie en een stabiele koers en een lage koers die stabiel is. Als jij geen geld hebt, dan ga je toch geen geld, je hebt niet eens te eten, dan ga je die honden eten geven. Nee, je gaat ze dumpen op straat. Dus je moet het samen zien, het is een holistisch geheel, het hangt samen. Dus we gaan niet alleen, primair gaat het om dieren, maar ik wil het zelf niet zeggen secundair, maar primair is ook de economische ontwikkeling. De economische, stabiele economische groei. Maar ja, dat zeg je tegen mij, oh, dat zeggen we al 50 jaar. Kijk maar wat er gebeurt in Suriname. Al die, vanaf in de periode van Pengel en Lachman. En kijk nu, we zitten in een shit. Sorry dat ik het moet zeggen. Dus je moet die economie stabiel maken. Je moet groei hebben. En dat kan. Dat kan binnen 2 jaar. Dat kan. We kunnen niet alleen focussen op die oliebronnen, want over 15 jaar is die oliereserve zijn niet zoveel waard. Want alles is elektrisch. En kijk nog, kernfusion ontdekt in Amerika afgelopen week en zo. Dus Suriname moet beseffen dat we niet alleen daarop moeten focussen. Wij hebben slimme Surinamers, we hebben resources, we hoeven niet te focussen op CARICOM. Ik woon in Miami. Ik koop vis, de beste vis en de lekkerste vis in heel Florida, in de beste supermarkten. De choice van Amerika in Florida komt uit Suriname. 3 soorten vis. Dus je hoeft niet te focussen op die CARICOM, maar je hebt, als je creatief bent,
Dan kun je veel geld hier verdienen. En je hoeft niet te wachten op die olieinkomsten. En dan kun je die dieren ook meer aandacht geven. Maar hoe gaan we eraan werken? Want u heeft het zelf gezegd. Dat is, ik heb het gevoel alsof mensen, wanneer ze dat soort dingen horen, ze misschien niet echt geloof hebben in, ja, we gaan dit en dat doen, dus de economische situatie verbeteren. Wat begrijpelijk is, want we horen het eigenlijk als volk jaren al. Maar wat is hetgeen waarop u focust, waar u wilt focussen en zeggen van, als we dit doen, dan ben ik wel ervan verzekerd dat we er langzaam maar zeker uitkomen. Want u zegt, het is niet moeilijk, maar hoe gaan we het aanpakken? Ja, dat is nogmaals goed punt. Als het gaat om de economie, dat is die vraag. Hoe gaan we de economie aanpakken? Eén is, we moeten het hele onderwijssysteem, we moeten focussen op innovatie in de hele samenleving. Niet alleen in het onderwijs, ook thuis. Want dat is de motor voor die economie. Twee, we moeten meer initiatieven, we moeten slimmere Surinamers creëren, ontwikkelen of laten opstaan. Slimmere Surinamers, niet harder werken, slimmer werken. Ik heb boeken daarover geschreven. Mijn nieuwste boek is weer, maar goed, daar ga ik niet over praten, want ik wil geen reclame maken. Dat is mijn specialiteit wereldwijd. Als je gaat googlen, dan zie je dat ik domineer in Amerika, maar ook in Europa op dit gebied. Maar het probleem is, Surinamers weten alles al. Ze willen niet leren. Ze denken dat ze alles weten, vooral politici. Dus het begint met een creatieve, corruptievrije mindset. Daar moeten we aan werken. Dan kunnen we nieuwe producten ontwikkelen. Want daar gaat mijn systeem over. Producten, processen. We kunnen nieuwe dienstverleningssectoren, het IT. We kunnen zoveel dingen ontwikkelen. Nieuwe fabrieken. Want dat is mijn business. Dat heb ik in Nederland gedaan voor 30 jaar. In het buitenland ook. Maar we doen dat niet. We kunnen niet eens een cassavefabriek goed opzetten en runnen. Laat staan. We kunnen hier auto's produceren, we kunnen hier bromfietsen produceren en assembleren. We kunnen zoveel dingen doen. Maar er is geen geld, wordt er gezegd. Nou, geld kan je genereren. Het is een proces dat moet gaan groeien. Als je een goed economisch, een investeringsklimaat hebt, ga je genoeg investeerders krijgen. Maar investeerders gaan hier niet komen als je veel corruptie hebt, als je criminaliteit hebt, als het onderwijssysteem niet deugt. Zo kan ik even doorgaan. Dus hoe ga ik het doen? Ik wil geen president worden. Ik heb een Nederlands paspoort. Maar de bedoeling is, ik ben voorzitter, ik blijf voorzitter. Maar we gaan slimme Surinamers en vooral niet alleen slimme Surinamers, integere Surinamers, met een passie en een daadkracht, met een visie, gaan we naar voren schuiven. Om al die dingen, dus onderwijs te verbeteren, innovatie, nieuwe producten, elke week moeten 5 nieuwe fabrieken of 10 nieuwe fabrieken komen in Suriname. Die werkgelegenheid, die 60.000 ambtenaren, 40.000 gaan we daar moeten zetten. En niet die 60.000 mensen salarissen blijven betalen, want dan gaat je economie kapot. Hoeveel jaar geleden, 20 jaar geleden, want ik word 65, ik ben al bijna 40 jaar actief in Suriname, vanuit het buitenland. 50 jaar vanaf Pengels is het begonnen, we zouden overheidsapparaat saneren. En het is elk jaar weer hetzelfde liedje. Niemand doet dat, ze hebben geen systeem. Ik kan op een systematisch gestructureerde wijze dat succesvol doen. En dan kunnen we die mensen inzetten in die nieuwe fabrieken en bedrijven die opgezet moeten worden voor de export ook. Dan gaat die koers. Die koers ga je dan door stabiliseren, want je hebt dan valuta. Want als je geen valuta hebt, ga je geld drukken. En dan gaat de koers nog verder omhoog. Er wordt geen voldoende valuta gegenereerd in dit land om die koers omlaag te krijgen en te stabiliseren. Want er zijn geen initiatieven om nieuwe productiesystemen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. De mindset van de Surinamers, dat moet snel veranderen. En ik praat niet over lange termijn. Geen lange beretorie. Wat deze politici, die oude politici en de huidige politici doen, is gewoon belazerij. Ja. Beloven, verkiezingstijd, oude zitting. Dat 2 jaar is voorbij, we gaan nu naar zoveel. Niks gebeurt er. Ik heb het niet alleen over deze regering. Ik heb het over alle voorgaande regeringen. Ja. Allemaal. En jullie worden belazen. Maar het is niet moeilijk. Zo'n mooi klein land. Het is niet moeilijk. Dus u bent van mening dat we onze productiesector eigenlijk moeten gaan stimuleren? Dat niet alleen. Kijk,
die productiesector bijvoorbeeld, hè, want je wilt toch geld verdienen, valuta, dollars, toch? En je wilt werkgelegenheid hebben, ook voor je kinderen en kleinkinderen straks ook. Die productiesector moet gestimuleerd worden. Ik was adviseur bij het ministerie van Economische Zaken 30 jaar geleden in Nederland. Mijn taak was ook, ik was één van ze, om het bedrijfsleven in Nederland innovatiever te maken, creatiever te maken, te stimuleren met nieuwe dingen. Ik was de eerste die in Nederland in de kassenbouw in Den Haag met een robotsysteem met mijn studenten had geïmplementeerd. Dus daar kom ik nu op het punt hier. Productiesector. Hoe gaan we innovatieve productie opzetten hier? Ik wil 1000 bedrijven snel hebben hier. Productiebedrijven. Maar ook IT-bedrijven. Website building. Maar niet alleen in de assemblage, maar ook in de landbouw en noem maar op. Maar de dienstverlenende sector moeten we niet vergeten. Maar goed, teruggaan naar de productie. Jouw vraag, hoe gaan we de productie hier opzetten? Hoe gaan we zorgen dat de productie echt duurzaam is en blijvend is en dat we daarmee geld kunnen verdienen? Nationaal en internationaal. Nou, dat begint bij innovatie, vernieuwing. In het denken van de mensen. Maar wat zie je? Het ministerie van Economische Zaken op dit moment, en dat geldt ook voor alle voorgaande regeringen, ze zetten domme mensen op het ministerie die geen verstand hebben van innovatie, geen verstand hebben van nieuwe innovatief denken en creativiteit. Ze zijn momenteel alleen gefocust op prijscontroles elke dag in die Chinese winkels. Het is geen ministerie van Economische Zaken en Innovatie meer. Het is een ministerie van prijscontroles. Hoe ga je in hemelsnaam die productie stimuleren om zodat alle Surinamers allemaal rijk zijn en geld hebben en een lager koers hebben? Want nu is het zo dat jouw salaris bij de overheid, dan moet je elke maand gaan checken. Hey shit, wat kan ik nog kopen? Hoeveel broden kan ik nog en melk kan ik nog kopen met mijn salaris? Je salaris wordt steeds minder waard en het stijgt niet. Dus het is een hele systeem dat niet deugt. En we doen er eigenlijk al 50 jaar niks aan. Maar jullie gaan straks stemmen. Oh, dan worden weer mooie beloftes gemaakt. En jullie trappen het telkens weer in. En als je niet stemt, stem je voor de huidige regering. Dus kortom, er moet iets veranderen. Nou, wij gaan, ik beloof je, er moet een corruptievrije Suriname komen. Er moeten slimme Surinamers komen. De jongeren, we moeten rolmodellen komen. We moeten innovatiever en creatiever worden. Ik heb al de tools en ik heb het 40 jaar ontwikkeld. 40 jaar gelanceerd en de afgelopen 5 jaar wereldwijd. Veel belangstelling in Nederland en in Amerika en in Duitsland en in Frankrijk en zelfs in Japan. Maar Suriname is niet geïnteresseerd. Ja, maar ik heb het gevoel dat na dit gesprek, dat men een beter idee heeft. Dat het niet alleen maar een politieke partij is die... naar uw woorden gaat opkomen voor de dierenrechten in Suriname, maar dat er heel samenhang is van ook een goed draaiende economisch beleid. Ja, zeker. Maar kijk, wat er moet gebeuren, er is te veel racisme en discriminatie ook in dit land. Dat belemmert de ontwikkeling. Kijk, in Nederland is een van de meest racistische landen in de wereld. Dat zie je, de diversiteit en inclusie bestaat daar niet echt, maar het is gewoon een beetje cosmetisch. Daarom zie je dat Nederland op dit moment niet eens in de top 10 van meest innovatieve landen voorkomt. Die Nederlandse universiteiten komen niet eens voor in de top 50 in de wereld. Nederlandse business school komen niet eens voor in de top 20 in Europa. Als je diversiteit hebt en harmonie en zonder racisme en discriminatie, dan ga je meer creativiteit ontwikkelen, harmonie. Dan ga je nieuwe ideeën bedenken. Maar Suriname is een racistisch land. Kijk hoe racistisch men en partij etnisch men stemt ook. En als je racistisch bent en discrimineert, je discrimineert die Marons of die Indianen of zo, dan ga je niet geen duurzame economie ontwikkelen. Want je hebt die creativiteit nodig. En waarom heb je het nodig? Je hebt het nodig om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Om creatief en innovatief te zijn. Net als Taiwan, net als Singapore. Ze hebben geen grondstoffen. Dus terugkomen op je opmerking. Ja, inderdaad. Het is een holistisch systeem waarbij Javanen, Hunistanen, Kriolen, Marons, Indianen, iedereen in moet participeren. Het moet een rolpartij worden. Niet getrokken door mij, wel in het begin.
Maar we gaan een harmonisch, het moet een voorbeeld zijn voor die andere partij. Een voorbeeld wat betreft duurzaamheid, een voorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie. Want we kletsen hier. Diversiteit wat is de slogan van de VAP, van Adien toen, diversiteit en dingen. Allemaal leugens en bedrag. Het moet een rolmodel ook zijn in innovatie. Het moet een rolmodel zijn in natuur en dieren. Want je kan niet bomen blijven kappen. Je kan niet de palmentuin hierachter alle bomen kappen en alle dieren wegjagen. Waar moeten ze naartoe? Dan krijg je weer een soort COVID-verhaal, een epidemie, ja. Een pandemie. Er moet sowieso dan een samenhang zijn. U heeft het al een aantal keren benadrukt. En ik denk dat dat wel echt de mensen bij zal blijven. Een goed systeem tussen economische ontwikkeling en harmonie voor de natuur. Dat waren dus woorden van meneer Rampersad. Dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om vandaag met ons te zitten. Ik kan er de hele dag over praten. Heel geweldig gesprek was dat. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Nogmaals. Dag. Dag. Had u nog wat toe te voegen? Nee, ik wil de mensen oproepen om te kijken naar onze blog, onze website. Op staat nu op Facebook ook, heel veel posting. Dus je kunt je aanmelden. We hebben vrijwilligers nodig. We hebben donateurs ook nodig. Maar op dit moment sponsor ik alles uit mijn eigen zak. Dus we hebben vrijwilligers nodig, donateurs nodig en mensen die willen meehelpen op dit te trekken. Doe dit in het belang van uw kinderen en kleinkinderen en kleinkindkinderen. Kijk weer een zwerfhond hier. Wordt gewoon gedumpt hier. En niemand geeft de hond deze hond eten. Is toch erg wat jullie doen in Suriname? En hoe ga je Suriname duurzaam ontwikkelen als jullie geen respect hebben voor deze hond? Ja, dus die hond kwam nog net geroepen in beeld. Maar dat was het gesprek met meneer Hubert Rampersad. Hij is dus de voorzitter van de Politieke Partij voor Dieren in Suriname. Ik bedank u dat u gekeken heeft en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Fijne dag.